De bond bij het Diaconessenhuis heeft vanmorgen een prikactie gehouden. De actie hield in dat het werk is neergelegd van 7 tot 9 uur 's morgens. Vakbondsleider Robbie Narendorp zegt dat de leden in actie zijn gegaan omdat de directie gisteren had aangegeven dat de salarissen vandaag niet gestort zouden worden. De werknemers hadden al een uitzondering gemaakt omdat de salarissen normaal op de 28e van de maand gestort dienen te worden. Indien er geen verandering in de situatie komt, wordt de priksactie morgen en vrijdag herhaald. Ik heb begrepen dat er gisteren mensen die niet op de vergadering waren, toen zij hoorden over deze actie, ervan uitgingen dat er dus niet zou worden uitbetaald. Ja? Maar voor wat betreft de actie van vanmorgen, dat besluit is gisteren genomen. Algemene ALV is dat besluit genomen dat er vandaag actie zouden gaan. Wij hebben dat gereduceerd naar een prikactie een bepaalde tijd. Omdat we dus de dienstverlening niet helemaal willen blokkeren. Nogmaals, we zitten in een hele gevoelige sector. Ja. En daarom hopen we ook dat de signalen dus goed worden opgevangen. Dat we dus men ons niet duwt in een situatie die wij niet graag zouden willen hebben. Narendorp zegt verder dat behalve het probleem van het op tijd storten van de salarissen, ook de cao-onderhandelingen nog niet kunnen beginnen. Het wensenpakket van de bond is sinds vorig jaar bij de directie ingediend. We gaan niet omtekenen, we wisten wel dat we zo ver waren. We zijn nog niet eens begonnen. Er is een pakket ingediend in oktober 2016 om te praten over 2017. Maar de directie heeft aangegeven dus dat ze tot op dit moment niet in staat zijn. En de problemen eigenlijk zijn begonnen vanaf dus invoering. Hè. Kort daarna invoering van die basiszorg. Ja, hebben we gemerkt dus dat de salarissen heel laat worden uitbetaald. Vorige maand hebben wij ook aangegeven dat als want de tekenen, die waren duidelijk dat men niet in staat zou zijn om te betalen. Was er al besloten dat er dus het werk neergelegd zou worden. En plotsklap is dat geld gekomen, waardoor de actie niet door is gegaan. Maar je kan niet zo doorgaan iedere maand. En van de leiding heb ik begrepen dat nadat men betaald heeft, nu, dan is het dan weer kijken van bellen, mailen, of men nog middelen binnenkrijgt. Om de dagelijkse dingen te kunnen doen. Maar daarnaast ook de garantie voor de salarissen eind van de maand. Tot zover Robbie Narendorp, voorzitter van de bond bij het Diaconessenhuis. De leden hebben vanmorgen een prikactie gehouden, waarbij het werk gedeeltelijk van 7 tot 9 uur 's morgens is neergelegd. De actie wordt morgen en vrijdag herhaald, zegt Narendorp.